Hallo iedereen en opnieuw natuurlijk van harte welkom. Wanneer we onszelf eens bekijken als mens dan kunnen we heel eenvoudig onszelf beschouwen als zijnde bestaande uit twee delen. En we hebben ons lichaam en onze geest. Met die geest bedoel ik je denken, je bewustzijn, je mentale toestand. Nu, het is die geest die jouw lichaam gaat beïnvloeden of besturen. Vandaar dat men ook zegt, het is beter dat je een gezonde geest hebt in een gezond lichaam. Nu is er ook iets dat jouw geest beïnvloedt. Ja, dat is er wel degelijk, namelijk je gewoontes. Je goede gewoontes en ook je minder goede gewoontes. Die gaan wel degelijk jouw bewustzijn of jouw geest beïnvloeden. Nu, van waar komen die gewoontes? Hoe ontstaan die en hoe ontwikkelen die zich? Daarvoor ga ik even een hele mooie uitspraak gebruiken. Slechte gewoontes zijn gemakkelijk om te hebben of om te krijgen, maar ze maken je het leven wel heel moeilijk. Terwijl goede gewoontes zijn wat moeilijker om te ontwikkelen of om te hebben, maar ze maken je het leven wel veel gemakkelijker. Bestaat er nu een manier om jouw gewoontes te beïnvloeden? Ja, dat bestaat er ook wel degelijk. En dan komen we weer tot dat bewustzijn. Wanneer dat bewustzijn sterk genoeg is, dan gaat het of ga je bij jezelf ook de wil voelen of de kracht om te willen om die gewoontes te beïnvloeden. Dus het is jouw bewustzijn die kan die gewoontes terug beïnvloeden. Daarvoor heb je een zuivere mentale toestand nodig, een zuiver bewustzijn. Dat bewustzijn dat kan je ook beïnvloeden met hetgeen wat je zegt, hetgeen wat je doet en hetgeen wat je denkt. Als dat positief geladen is, dan ga je je bewustzijn ook positief beïnvloeden. En ook omgekeerd, als je negatief spreekt, negatief denkt, negatieve acties onderneemt, dan ga je ook dat bewustzijn negatief beïnvloeden. Dus dat helder bewustzijn, hoe krijg je dat? Wel, als we ons lichaam willen trainen, ja, dan gaan we sporten, of dan gaan we gezond eten en drinken, of dan doen we voldoende aan beweging. Je kan ook naar de mentale fitness, als je dat wenst, en dat doe je door te mediteren. Wanneer je mediteert, dan ga je je bewustzijn of je geest, ga je die trainen. Nu, als het gaat over ons lichaam, weten we ook allemaal dat we beter regelmatig gaan douchen en dat we onze tanden poetsen en dat we ons lichaam verzorgen, dat we dat proper houden. En wanneer we dat niet doen, gaan we heel snel de gevolgen daarvan ondervinden. Nu, bij de geest is het net hetzelfde. Het is de bedoeling dat je je geest proper houdt, dat je die schoonmaakt af en toe. Want sowieso, we zijn allemaal maar mens, komt er negativiteit op ons af, waardoor dat ons bewustzijn wat vertroebelt, dat het wat minder zuiver wordt. En het is door die mentale training dat je je bewustzijn zuivert en ook sterker maakt en je gaat zelfs jouw bewustzijn, jouw gewoontes laten beïnvloeden. Dat is zo heel kort gezegd hoe je je gewoontes kan beïnvloeden, zodanig dat die gewoontes ook jouw bewustzijn op een positieve manier kunnen beïnvloeden. En het is een wisselwerking tussen gewoontes en je bewustzijn. Goed, we gaan dan meteen van start met het trainen van ons bewustzijn en we gaan samen mediteren. En daarvoor zorg je, zoals elke keer, voor een gemakkelijke lichaamspositie. Je zet je gemakkelijk, zoals dat jij je goed voelt. Je legt je handen losjes op je schoot, een rechte rug en ook je nek staat in één lijn naar de grond. En dan, wanneer je er klaar voor bent, dan mag je heel langzaam en heel rustig mag je je ogen sluiten. Je laat je oogleden toevallen, alsof je in slaap zal vallen.
Wanneer die ogen nog heel lichtjes open zijn, is dat heel normaal en is dat zelfs goed. We ademen al eens heel diep in en uit, in langs je neus en uit langs je mond. En het is alsof meteen een rust jouw lichaam binnenkomt. Van binnenuit jouw lichaam voel je een ontspanning. Je mag gedurende de meditatie je lichaamshouding steeds aanpassen, indien je dat nodig vindt. Je hoeft niet verkrampt te blijven zitten in één positie. We gaan ons lichaam ons niet meer laten afleiden en we gaan ons lichaam ook eventjes helpen om zich volledig te ontspannen. Daarvoor ademen we heel langzaam in en uit. En we gaan eventjes ons lichaam helpen ontspannen door onze aandacht eventjes te vestigen aan ons aangezicht. Je hebt zo net je ogen gesloten en voel ook eens even de spieren tussen je ogen en ook de spieren onder je ogen. Die zijn heel gevoelig, dus het is ook heel gemakkelijk om elke spanning te voelen verdwijnen. Ook de rest van je aangezicht, je voorhoofd, de zijkanten van je ogen, de spieren van je kaken, je mond. Je kin. Heel jouw aangezicht voelt heel ontspannen aan. Het kan eventjes duren vooraleer je lichaam volledig zichzelf kan ontspannen. Dus wees geduldig en niet te streng. En geef jouw lichaam ook even de kans en de tijd om zich te ontspannen. We ontspannen ons lichaam van het topje van ons hoofd tot de topjes van onze tenen. Voel de bovenkant van je hoofd, ook de achterkant, je nek, je schouders en je rug. Ook je armen en je ellebogen. Je onderarmen, je handen en je vingers. En de topjes van je vingers. Ook je heupen en je benen en je knieën, je hielen, je voeten en je tenen en de topjes van je tenen. Heel je lichaam voelt heel ontspannen aan. We laten ons lichaam eventjes volledig los.
Het is alsof er een leegte is binnen in ons lichaam. En ook buiten ons lichaam voelt de ruimte rondom ons heel leeg aan. Zonder meubels, zonder spulletjes, een lege ruimte. Het kan een grote ruimte zijn zonder muren of plafond, of een kleine ruimte zoals je zelf verkiest. Je kan jezelf voorstellen in de natuur of gewoon in een lege ruimte. Je voelt je op je gemak, heel rustig, heel kalm. Je neemt even tijd voor jezelf. We gunnen onszelf ook even mentale rust, dus we gaan geen zorgen maken. We gaan niet denken aan gisteren of aan morgen. We blijven even in het hier en in het nu, samen met jezelf. Je bent alleen, maar helemaal niet eenzaam. We laten of geven onszelf de tijd en de ruimte om tot lichamelijke en mentale rust te komen. Niks of niemand leidt ons af. We kunnen nu ook heel eventjes heel diep in- en uitademen. We gaan langs onze neus onze ademhaling voelen, hoe die daalt naar beneden tot in het midden van onze buik. Daarvoor neem je heel langzaam en heel diep en heel zacht adem je in. En volg je adem helemaal tot beneden, tot aan het eindpunt van de adem die je inademt. En dit punt is ook het begin van de adem die je uitademt. Dat keerpunt van je ademhaling bevindt zich in het centrum van je lichaam. Probeer met behulp van je ademhaling, met je aandacht naar het midden van je buik te gaan. Het is alsof je van aan je neus een bootje neemt en je laat meevoeren helemaal naar beneden tot in het midden van je buik. En eens daar aangekomen stap je uit je bootje en je laat je bootje
En ook je ademhaling, of je focus op je ademhaling, laat je los. En je blijft met je aandacht in het midden van je lichaam. Een lege middenruimte. Voel hoe de adem die je inademt gevuld is met positiviteit. En oude gedachten of gewoontes of gevoelens, adem je uit. De lege middenruimte voelt nog steeds leeg aan, maar het lijkt alsof ze gevuld wordt met positiviteit, maar ook met puurheid en zuiverheid. Blijf gerust met je aandacht op deze plaats. Deze plaats is ook de thuishaven van je bewustzijn. Hier kan jouw geest zich ontspannen, tot rust komen en zichzelf ook zuiveren. Wanneer je toch afgeleid wordt door een gedachte, dan ga je die gedachte zeker niet wegduwen. Je gaat deze aanvaarden. Je observeert deze gedachte. Je accepteert ze en je laat ze opnieuw los. En ze gaat zoals ze gekomen is. Heel geleidelijk aan. Je laat ze als het ware wegdrijven, zoals op een wolk. Deze wolk die drijft verder en maakt plaats voor de zon die opnieuw kan schijnen. Deze zon of dit zonlicht kan je ook gebruiken of je kan dit helder voorwerp ook visualiseren. Je kan deze als het ware zien, niet fysiek met je ogen, maar mentaal, met je gevoel. Je kan je een volle zon voorstellen, maar ook een volle maan. Een heldere sfeer, zoals een kristallenbol. Wanneer je deze ervaart voor jou, dan nodig je deze uit om bij jou naar binnen te komen. Je laat dit heel geleidelijk aan gebeuren, zonder te forceren. Laat je deze binnenkomen, langs je ogen of je neus of je mond, in je hoofd, en dan laat je deze heel langzaam dalen, langs je borststreek, heel langzaam naar beneden,
tot in het midden van je buik. En daar laat je deze sfeer rusten. En je observeert wat er gebeurt. Er hoeft helemaal niks te gebeuren. Hoe minder je verwacht, hoe beter de ervaring. Je laat alles zijn beloop en je probeert niks te forceren, nog te controleren. Alles gebeurt vanzelf. Jij bent enkel degene die leidt. Jij bent degene die de weg toont, die de aanzet geeft, en de rest gebeurt vanzelf. Probeer elke ervaring te observeren als toeschouwer. Ga niet mee in om even welke emotie. We zijn heel neutraal. En geniet er gewoon van dit moment voor jezelf. Een uniek moment. Een zeldzaam moment. Je mag ten alle tijden gebruik maken van je ademhaling om je aandacht te helpen terug te keren, indien het even wordt afgeleid. Je doet dit ook zonder iets te forceren. Je kan je ook ten alle tijden je een voorwerp voorstellen. Een helder, rond, egaal voorwerp in het midden van je buik. Dit zijn hulpmiddelen om je aandacht te helpen terug te keren naar de thuishaven van je mentale denken. Een derde manier of techniek om je aandacht eventjes te helpen is door gebruik te maken van de mantra.
Dit zijn een paar neutrale woorden die je kan reciteren. Niet luidop, maar van binnenuit. Je kan deze woorden als het ware horen en de vibraties voelen hoe deze vanuit het midden van je buik, zoals concentrische cirkels, zich verspreiden over heel je lichaam en zelfs daarbuiten. Alsof je iets heel lichts in stilstaand water laat vallen. En je de ringen op het water kan observeren. Sama araham. Sama araham. Sama araham. Deze twee woorden komen uit de oude taal, het Pali. Een oude Indische taal. En ze betekenen zoveel als de juiste manier om het bewustzijn te zuiveren. Sama araham. Sama araham. Sama araham. Het is alsof ons lichaam één geworden is met de ruimte om ons heen. En onze lege middenruimte, het centrum van ons lichaam, is ook het centrum van deze ruimte. Van binnen in ons lichaam voelen we een positiviteit, een helderheid, een puurheid. Van binnenin naar buitenuit.
kunnen deze positiviteit ook gebruiken. We kunnen deze ook delen. We kunnen ook onze liefdevolle vriendelijkheid delen met de mensen rondom ons. De mensen om wie we geven, die we respecteren zoals zij ook ons respecteren. Je dierbaren, je vrienden, je directe familie. Deel gerust jouw liefdevolle vriendelijkheid met hen. Want ook zij verdienen een gelukkig bestaan. In het hier en het nu. Een bestaan zonder zorgen en zonder lijden. Een bestaan met een helder bewustzijn. En we kunnen ook onze liefdevolle vriendelijkheid delen met de mensen die we minder goed kennen. We kunnen kennissen zijn of verre familie of mensen uit onze buurt. Ook zij verdienen een gelukkig bestaan, zonder zorgen en zonder lijden. Een leven met een helder bewustzijn. De mensen die we niet goed kennen, of zelfs helemaal niet. Mensen uit ons land, of uit Europa, of de wereld. Ook met hen kan je je liefdevolle vriendelijkheid delen. Ook zij verdienen een gelukkig leven, zonder zorgen. Zonder lijden, met een helder bewustzijn. In alle tijden, maar ook zeker in deze tijden, verdient ook iedereen een goede gezondheid. Dit mag je, dit kan je ook gerust iedereen toewensen. Ga gerust met je aandacht nog even naar het centrum van je lichaam. Naar het midden van je buik. Misschien ervoer je wel een gevoel van tevredenheid. Van gelukzaligheid. Van onbezorgdheid, van vrijheid. Weet dat je ten alle tijden kan terugkeren naar de thuishaven van je bewustzijn.
naar deze veilige plaats. Ook gedurende de dag, met je ogen open, wanneer je te maken krijgt met een heleboel prikkels van buitenaf, kan je eventjes diep in- en uitademen. En met je focus even terugkeren naar het centrum van je lichaam. Dan komen we heel geleidelijk aan het einde van deze meditatie. We ademen nog eens diep in en uit. En we worden ons ook bewust van de ruimte rondom ons. We worden ons bewust van de spullen, van de geluiden, van alle prikkels rondom ons. En we worden ons ook bewust van ons lichaam. Onze romp, onze ledematen en ons hoofd. Geef je lichaam voldoende de kans om volledig opnieuw tot een toestand van bewustzijn te komen. Je kan je gerust wat strekken. En wanneer je er klaar voor bent, dan mag je je ogen, heel langzaam mag je die terug openen. Zo, dat was het voor deze week. Elke feedback is altijd welkom. Je kan ook, wanneer je daar eens tijd en zin voor hebt, kan je ook tussendoor eens proberen zelf te mediteren zonder begeleiding. Je kan daarvoor ook steeds gebruik maken van één van de technieken, de ademhalingstechniek of de visualisatie of de mantra. Je kan deze afzonderlijk gebruiken of je kan deze door elkaar gebruiken. Je kan deze ook afwisselen. Je kan daar gerust een beetje mee experimenteren. En laat het me gerust weten of je wat je ervaringen zijn of wat je aangenaam vindt, wat je moeilijk vindt. Dat mag je me steeds laten weten. Ofwel laat je me dat weten via commentaar te geven op dit filmpje, ofwel via een messenger mag je Andy Merkaert, of e-mailen mag ook altijd, dat is andymerkaert@hotmail.com. Elke feedback is welkom. Niet verplicht, totaal vrijblijvend. En je mag ook gerust wachten tot volgende week woensdag. Tot op de volgende begeleiding. En dat zal ik opnieuw met veel plezier die jullie bezorgen via de Facebook van Netwerk Aalst. En ook in een later stadium via mijn persoonlijke Facebookpagina. Goed, dan wens ik jullie nog een zeer mooie tijd. Geniet van elk moment. En
Dan misschien tot volgende week. Dag.